me nog? Zo niet, kijk dan even mee. Ja, Ellen was dus op het grote boekenbal. Helaas mocht ze niet naar binnen. Maar maak je geen zorgen. Vanavond sta ik in de spotlights. Ik ben namelijk genomineerd voor de prijs van Boekgoud. Boekgoud is een prijs voor het mooiste boek dat geschreven is door kinderen tussen de 10 en de 15 jaar. Naast Ellen zijn er nog 4 jonge schrijftalenten genomineerd. En zoals bij elke wedstrijd kan er maar 1 de winnaar zijn. En dat ben ik. Of een van mijn concurrenten. Dus kijken we die uithangen. Ben je al een beetje zenuwachtig voor vanavond? Een klein beetje. Als je wint, Boekgoud, dan win je 500 euro. Wat ga je daarmee doen? Klinkt misschien raar, maar boeken kopen. Denk je dat je een goede kans hebt om te winnen? Ik weet het niet. Het kan... Ik denk het op zich wel, maar ik heb de boeken van de andere mensen niet gelezen. Dus die zouden ook weer heel erg goed kunnen zijn. Dus we zullen zien. Dan is het moment aangebroken. Wie, oh wie, sleept de prijs in de wacht? Tabitha Hol met haar boek Mystic Mirror. Jammer Ellen, volgende keer beter. Helaas, ik heb niet gewonnen. Maar dat betekent niet dat ik niet genoeg creativiteit heb om nog veel meer bestsellers te schrijven. Benieuwd geworden naar de boeken van Tabitha en Ellen? Kijk op de BASTA-website waar je ze kan vinden.